Ik heb al van allerlei leuke, spannende ideeën, dus... Ook in de keuken? Ook in de keuken, zeker. Zeker. Met lingerie? Ja. En zonder? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Nieuws. Groot nieuws gisteren op de Instagram van Nicoleke, want ze gaat een carrière switch maken. Van reality star naar OnlyFans model. Tijd om even langs te gaan. Nicole, hoe is het met je? Hey, alles goed met mij, met jou? Zeker, wat zie je er prachtig uit. Heb je dit speciaal voor ons gedaan? Ja, ik ben wel Ponet roze vandaag, hè? Gisteren maakte jij het grote nieuws bekend, want jij gaat een OnlyFans carrière starten. Ja, ik ben voortaan ook te volgen op OnlyFans en op Friends to Follow. Friends to Follow is eigenlijk mijn grootste platform, want dat is meer voor de Nederlanders. OnlyFans doe ik daar ook bij. Je bent gisteren het account gestart en binnen één dag heb je gewoon al 3000 abonnees. Ja, klopt. Ik ben gisteren gestart en ja, het ging als een lopend vuurtje natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk bekend in Nederland en in België. Dus ja, al mijn volgers waren er ook al op aan het wachten dat ik dit ging doen. Dus nou, bij deze. Wat ga jij doen op OnlyFans? Ik ga vooral mooie foto's plaatsen van mezelf. Vooral professioneel ook gemaakt. Niet huistuin- en keukenfoto's, maar gewoon echt ook met professionele fotografen alles. Maar waar moeten we dan aan denken? Zijn het pikante foto's? Zijn dat lingerie foto's? Het zijn vooral klassieke foto's, maar ook wel met een pikant tintje natuurlijk. Want er zijn speciale platforms voor. En het is niet of dat je het elke dag op Instagram of op Facebook voorbij ziet komen. Ja, doe je dit nou echt omdat je het leuk vindt of wil je er stiekem ook even een centje aan verdienen? Nou, ik doe het echt omdat ik het heel erg leuk vind. En omdat ik vooral gewoon vind dat ik een mooi lichaam heb. En ik vind als je een mooi lichaam hebt, dan mag je het laten zien, toch? Je hebt 3000 abonnees. Als ik even snel reken, dan is dat 30.000 euro binnen één dag verdiend. Ja, dat klopt. Dat is even lekker cashje. Dat is lekker cashje, inderdaad. Peter en jij zijn uit elkaar. Jij gaat nu zelf geld verdienen. Ja, Peter heeft me natuurlijk achtergelaten met niks. Zoals iedereen heeft kunnen lezen in het nieuws. Dus ja, bij deze ga ik zelf starten. Want solliciteren op een normale baan met mijn verleden in Massa's Kassa is gewoon heel moeilijk. Mensen zijn daar heel huiverig voor. Dus vandaar deze weg. Wat vindt Peter er eigenlijk van? Ik heb geen idee wat Peter ervan vindt. Ik spreek Peter niet meer. Ik hoor hem niet meer. Ik zie hem niet meer. Dus, geniet van je leven. Inderdaad. Ik geniet lekker van mijn eigen leven. En ik hoop dat hij dat ook doet. Stel je voor, ik wil een plaatje van jou zien. Hoeveel moet ik betalen? Nou, een abonnee kost op OnlyFans $19.99. En op Friends to Follow dacht ik €18. We weten van Peter dat hij heel graag in de quote wil komen. Als jij zo doorgaat, sta je eerder in de quote dan Peter. Ik hoop het. Van harte. Ik zou zeggen, kijk allemaal vooral op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk anders dan andere mensen. En ik zal andere foto's plaatsen als gewoon huistuin- en keukenfotootjes. Ik heb al van allerlei leuke, spannende ideeën. Dus, ook in de keuken? Ook in de keuken, zeker. Zeker. Met lingerie? Ja. En zonder? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Daarvoor zal je me moeten volgen. Ja, ik keek gisteren VI en toen zei Johan Derksen dat hij wel zou willen hatsenflatsen met jou. Ja, dat hoorde ik inderdaad voorbij komen in de wandelgangen. Nou ja. Dus je hebt er een fan bij? Ik heb er een fan bij. Nou ja. Zou je ook willen hatsenflatsen met Johan Derksen? Nee, absoluut niet. Nee. Waarom niet? Nee, hou eens op, jongen. Nee, daar ga ik geen antwoord op geven. Liken, subscriben, sharen, volgen, commenten, lid worden, delen. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Het mag allemaal. Hoeft niet. Mag.